Goedemorgen, welkom in dit gemaakt 2021. Het wordt een hele mooie warme dag vandaag. Met meer dan 20 graden. En de tweede keer dat ik dit jaar bij de bijen ga kijken. Dus ze vliegen volop. Dus laten we eens kijken hoe het met ze gaat. Microfoon weghalen, zo. Nou, je ziet ze goed vliegen, ze zijn mooi rustig. Stuifmeel komt binnen, en dat zijn die gele bolletjes. Een beetje spannend dat ik met die camera hier voor ze hang. Maar je ziet toch wel een mooi stuifmeel binnenkomen. Die achterpootjes, kijk, mooie gele klompjes. Nou, dat is goed nieuws. Een beetje opruimen in de kas en dan kijken wat we allemaal zien. Ik heb wat spullen meegenomen, het extra voer. En ik heb twee nieuwe kastjes georven. Laten we kijken wat er allemaal aan de hand is vandaag. Het is allemaal honing van vorig jaar. Je ziet hoe het zo heel mooi goud er doorheen schijnt. Ze hebben het heel nog niet nodig gehad. Bezig met het voer aan het opeten. Doen ze van binnen naar buiten, zoals je dat ziet. Hier ook. En dat betekent dat doen ze er dicht mogelijk bij het broedsnest. Dus dat betekent dat we de eitjes gaan zien. Dan hoop ik hier wat broed te zien. Ja hoor. Hier zien we broed. Dan zie je al gesloten broed. Dus die cellen zijn dicht. Dan zou het feestend compleet zijn als we de koningin zouden zien. En hier zit gaas onder ons.
We hebben twee nieuwe koninginnencellen gemaakt. Dit hier zijn broedcellen voor koninginnen. Dus ze zijn nieuwe koninginnen aan het maken. En dat doen ze vast omdat ze niet zo blij zijn met degene die ze hebben. Nou, dit is wel een lekkere puinhoop. Wat we hier zien, veel grotere cellen. Dit is normaal broed. Dit zijn darren. Maar dit, deze grote joekels, dit zijn allemaal koninginnencellen. Ik ben benieuwd wat er aan de hand is. Hier zien we er ook twee. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Normaal gesproken zou ik ze... Nou, dan zou ik ze eraf halen. Maar ik kan geen kant op nu. Want er zijn helemaal geen nieuwe koningin te kopen op dit moment. Dus ze zullen het wel met een reden doen. Maar die hebben ze niet aan mij laten weten. Zo, nou het ziet er nu een stukje anders uit. Ik hoop dat het interessant was. Tweede keer hier op het Koningshof. Heel veel succes. Fijne dag.